Hoi allemaal en superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Star Stable update video. En vandaag zijn er twee nieuwe magische paarden in het spel. Dus die gaan we sowieso bekijken en misschien dat ik er ook eentje ga kopen. Dus heb je nou heel erg veel zin in deze video, doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we snel beginnen. En het is wel leuk, want de magische paarden die kan iedereen bekijken. Want ze staan namelijk hier zo in Moorland. Dus ook de mensen die geen starrijder zijn, die kunnen hier dus kijken. Het zijn magische paarden met zo'n vacht die er best wel weer apart uitziet. Want ze hebben een soort van diamanten op hun lichaam. En ze kosten ook 950 starcoins. Dat is best wel duur, want dat is gewoon bijna 1000 starcoins. Dat is echt heel veel. Dus ik wil even kijken of ze het geld wel waard zijn. En ja, waarschijnlijk ga ik er wel één kopen. Maar oké, we zijn er. En oh ja! Huh? Oh, dat was ik even vergeten. Die andere magische paarden die vorige week in het spel kwamen. Kijk, die staan er ook. Dit zijn zeg maar de oude paarden. Die bestonden al een tijdje. Maar hier zo. Kijk, er staan ook echt heel veel mensen bij. Hier staan de nieuwe magische paarden. Oh ja, kijk, nou zie je inderdaad ook die diamanten op hun rug en op hun buik. Ja, ziet er een beetje apart uit. En deze paarse. Oké, die ziet er goed uit. En we hebben hier twee katten ook nog zo te zien. En die zien er een beetje uit als een soort luipaard, cheetah. Kijk, ze hebben een hele aparte vacht. Maar ja, dat vind ik dan wel jammer dat ze paars zijn. Want als ze deze katten gewoon een normale bruine kleur hadden gegeven, vond ik ze best wel leuk. Maar ja, dat is natuurlijk het hele idee van de magische huisdieren en magische dieren. Ja, en deze heb ik vorige week al laten zien, want die kwamen toen vorige week in de update. Dus het draait vandaag natuurlijk om deze paarden. Dus we gaan eerst even kijken bij deze grijze. En volgens mij was er nog iets aparts met deze magische paarden. En dat was het als jij de dag ging veranderen. Dus als het zeg maar 's avonds is. Dan gingen die diamanten op de ruggen van die paarden gingen dan ook soort van verkleuren. Dus ik wil even kijken hoe dat er dan uitziet. Oh, ja. Nou. Nou, ja, je ziet ze, als je heel goed kijkt, dan zie je het wel een klein beetje verkleuren. Maar ik had eigenlijk gedacht dat het effect wat heftiger was of zo. Maar dat valt een beetje tegen. Kijk, soms maakt Star Stable ook magische paarden. En dan denk ik echt, wat is er in jullie hoofd omgegaan om deze paarden te maken? Die er soort uitzien als een boomschors en een verrotte boom. Maar deze, die vind ik dan wel heel tof. Dat ziet er echt heel chic uit zo met die diamantjes. Maar oké, ik wilde even kijken naar zijn gangen. Sorry, ik was weer afgeleid. Oké, we hebben hier natuurlijk gewoon als hij stil staat. Dan hebben we hier de stap. We hebben de draf. We hebben de handgalop, zoals het er staat. Een galop. Oh, wow, die manen. Wow. Alsof die gewoon wordt weggeblazen met een soort van föhn. Kijk, die spaghetti gewoon heen en weer waaien. Oh, dan hebben we de hele snelle galop. Oh ja, dit lijkt helemaal net spaghetti. Oké, maar wat hebben we dan nog meer? Oh, een speciale gang. Oh, ja, dit. Ik weet niet meer hoe dit heet, maar het lijkt een beetje op een hele snelle draf. Alsof het paard supersnel aan het draven is. En we hebben de... Oh, huh? Oh, hij heeft twee dingetjes. Oh, dan snap ik ook waarom die 950 starcoins is. Want hij heeft dus ook nog van die speciale gangen. Maar dan nog vind ik het best wel duur hoor, 950 starcoins. En oh, zijn steiger kunnen we niet zien. Ja, die diamantjes, het is natuurlijk nep. En ik hou niet zo van die neppe paarden. Maar op zich, ik vind het netjes. Het ziet er gewoon klassiek mooi, niet al te overdreven uit. Dus dat vind ik eigenlijk best wel leuk aan deze. Maar hij heeft natuurlijk ook de normale, uiterlijk zoals ik... Oh, het staat hier letterlijk in het Engels. Toggle Magic Code. Maar goed, hoe ziet dan zijn normale vacht eruit? Oké, ziet er best wel leuk uit. Ik vind vooral die bles heel erg mooi. Zo'n mooie brede bles met een beetje dat roze op zijn neusje. Zien jullie dat ook? En witte voetjes. Dus hij heeft alles wat een paard moet hebben volgens mijn criteria om mooi te zijn. Nou ja, de gangen daar verandert dan eigenlijk niet heel erg veel aan. Maar oké, het volgende magische paard, dat staat hier zo. En hey, deze is trouwens ook echt helemaal paars. Die ziet er dan wat minder realistisch uit. Kijk, deze die is dan nog grijs. En ja, met die blauwe diamantjes dan... natuurlijk, het is niet realistisch. Maar op zich, het is gewoon een prima neutraal paard. En deze hebben ze gewoon echt compleet in de paarse verf gedoopt. Zo wham! En dan nog wat diamanten erop geplakt. En deze is gelijk heel kermisachtig. Maar dan nog vind ik het niet heel erg overdreven lelijk of zo. Wat deze wel heeft, is een smallere bles. En oh, dat vind ik echt wel heel mooi. En hij heeft hier een soort vlekken langs zijn billen. Dit is de draf. De galop. En nog een galop. En dan hebben we nog een galop. En weer die spaghetti manen. Dat vind ik er best raar uitzien. Speciale gang, speciale pas. En dat was het. Ik moet even kijken naar hoe dit paard eruit ziet met zijn normale vacht. En... Oh! Huh? Wow! Dan wordt hij eigenlijk best wel... Cool, het is wel een heel kleurverschil. Want die andere was al een beetje grijs en die werd dan grijs. En deze wordt gewoon bruin. Oké, en dit is wel apart. Of wel cool. Hij behoudt zijn aftekeningen. Zien jullie dat? Hij heeft hier vlekken en witte voetjes en dus dat blesje. Maar dat behoudt hij. Dat blijft hetzelfde. Het enige wat dus anders is, is die paarse kleur en die diamantjes. Dus dat vind ik wel cool. Dat hij eigenlijk vrijwel hetzelfde is. Ik vind deze kleur wel cool. Oh, kijk hier. Dit vind ik ook cool. Ik wou net zeggen, ik vind deze kleur wel cool. Maar dit vind ik ook wel leuk gedaan. Misschien wil ik deze wel kopen, maar ik blijf het gewoon duur vinden. En ik moet mijn starcoins dus ook gewoon zelf betalen. Star Stable die geeft mij geen starcoins of zo. En ik heb nog 2870.
Dus ja, op zich heb ik wel genoeg starcoins om deze te kopen. Maar wat zal ik doen? Ik weet het niet. Als ik nou onbeperkt starcoins had, dan had ik ze gewoon allebei gekocht. Zodat ik ze alle twee aan jullie kon laten zien. Dat was denk ik het leukste voor de video geweest. Maar ik ga er nu denk ik eentje kopen. Dat vind ik toch wel leuk om aan jullie te laten zien. Want ik ben zelf ook benieuwd hoe ze eruit zien. En oh ja, laat natuurlijk zeker in de reacties weten welk magisch paard jij het mooiste vindt en waarom. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jullie meningen. Maar ik denk dat ik dan deze ga kopen. En dan moet ik even kijken naar een goede naam. Want ja, ik wil natuurlijk wel dat hij een goede naam krijgt. Ik vind het wel een jong paard. En dan denk ik dat ik het aankruis als een Maddie. Een jonge Maddie. Is er iets met kristal of diamant of zo? Ja, diamant vind ik dan weer niet echt heel mooi als paardennaam. Oh, kijk. Je kan kristal. Kan je dan ook crystal clear doen? Dat is toch een merk, zeg maar. Dat drankje wat je kan kopen. Ah ja, je kan je paard dus letterlijk vernoemen naar crystal clear. Dat is dus inderdaad dat drankje. Kijk, kennen jullie dat? Dat ziet er dan zo uit. Maar ik denk niet dat ik mijn paard ga vernoemen naar een drankje. Oh, je kan niet eens kiezen uit diamant. Ik zie hem er niet tussen staan. Of ik kijk schil, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat ik crystal eigenlijk wel leuk vind. En ik ken ook iemand die crystal heet, dus dat is ook leuk. Ik heb toevallig wel eens een Star Stable video opgenomen met crystal. En ik ben een keertje bij haar op bezoek geweest. Dus misschien kennen jullie Crystal wel heel vaak uit mijn video's. En ja, ik vind dit eigenlijk wel een mooie naam voor dit paard. Ik vind het er goed bij passen. Het klinkt leuk. Het is een mooie naam. Dus zal ik het doen? 950 starcoins? Oké, ja. Ik heb gezegd dat ik het ga doen. Dus ik ga het ook doen. Oké, het wordt een jonge Maddie met de naam Crystal. En ik ga voor deze paarse. En oh ja, ik ben er wel blij mee. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Dus gaan we hem kopen? Ja. Weet je zeker dat je een paard wil kopen? Oh ja joh, nog even dat ik extra kan twijfelen. Maar ja, ik ga Crystal kopen. Oh, ja. Oh. Een paars paard. Oh, wat erg. Ik heb gewoon een paars paard gekocht. Trouwens, die blauwe. Oh, dat bedenk ik me nou pas nu ik hem heb gekocht. Maar die blauwe, die paste eigenlijk vet goed bij het Zoe Winters een setje. Met die blauwe trui en dat blauwe dekje. En dan kom ik nu pas achter nadat ik een paars paard heb gekocht. Oh, wat stom. Nou ja, volgens mij blijven deze magische paarden 3 weken staan. Dus ik kan altijd nog die andere kopen. Maar oké, we gaan Crystal naar de stal sturen. Het is gelukt en... Oh, ik kan gewoon letterlijk nog een paard kopen als ik dat zou willen. Kijk, hij staat er gewoon. Oh, maar er staat nu wel al in bezit. Kijk nou, dat blauw van de diamanten is gewoon exact hetzelfde kleur als die met trui en dat dekje. Dit paard had gewoon het Zoe Wind... Oh, wat gebeurt hier nou weer? Wat? Maar dit paard had gewoon het Zoe Winters het paard kunnen zijn. En dat denk ik nou pas aan. Nou ja, weet je, ik ben eigenlijk heel erg blij met die paarse. En deze kan natuurlijk niet iedereen kopen, want hij is gewoon heel duur. En hij blijft maar 3 weken staan, dus dat is wel even een goede... Om te zeggen, deze paarden blijven hier maar 3 weken. Ik voel je niet opgejaagd of zo. Want die paarden komen altijd wel weer een keertje terug in Star Stable. Net zoals die, dat je ze weer kan kopen. Dus ik zou niet speciaal starcoins gaan kopen als je deze paarden wil kopen. Want ze komen vast wel weer een keertje terug. Maar oké, we gaan terug naar mijn home stable om mijn paard te halen. Heb jij trouwens nog geen account voor Star Stable? Kijk dan even bij de link die in de beschrijving van deze video staat. Want ik heb een link gekregen van Star Stable. En als je dan een nieuw account aanmaakt, dat is gewoon helemaal gratis. Dan krijg je 3 dagen Star Rider. 100 starcoins. Je krijgt een hond als huisdier. En je krijgt nog een keer een zadeltas. Dus heb je nog geen account, maak die dan gratis aan via de link in de beschrijving. En dan kan je dus al die cadeaus krijgen. Wacht trouwens. Wat gebeurt hier? Waarom staat dit vissenpaard gewoon halverwege hier in deze stal? Dit klopt niet. Maar... Ik had al mijn magische paarden even neergezet voor deze video. Want ik dacht, nou, dat is leuk. Dan kan ik even de magische paarden aan jullie laten zien die ik heb. Nou, dit is echt een van de meest vreemde magische paarden die ik heb. Die eruit ziet als een soort draak. Maar ja, omdat die ook weer zo raar was, vond ik hem toch ook wel weer tof. En zijn normale vacht ziet er ook heel erg mooi uit. Ja, ik ga ze echt niet allemaal nu laten zien hoor. Dan kan je gewoon de video's kijken. Want ik heb ze allemaal gekocht voor de video's. Dus van al deze paarden is er een video te vinden. Nou, we hebben hier mijn fjordenpaard die eruit ziet als een pompoen. Die was voor Halloween. En we hebben hier ook een soort magisch paard. Ja. Oh, mijn konijn heeft bedacht om hier te chillen bovenaan deze paal. Maar hier hebben we ook een magisch paard. En ja, een beetje een soort elfenpaard. Lijkt een beetje uit de Droomvlucht geplukt of zo. Dan hebben we hier ook een paard. Die ziet eruit als een boom. Ook een beetje een soort van beschimmelde boom. Kijk maar naar dat groen aan zijn benen. Maar op zich ziet hij er wel leuk uit. Oh ja, en zoals je kan zien komt de schimmel ook uit zijn neus. Dan hebben we hier ook een magisch paard. En die ziet er een beetje uit als een soort Bambi. Als een hertje. En die vind ik ook wel heel tof. Want het is een magisch paard. Maar niet zo lelijk en raar en gek als die draak bijvoorbeeld. Kijk, dit is eentje, dat vind ik denk ik ja, een wat minder mooi magisch paard. Het is een soort
pauwenpaard. En ja, hij ziet er gewoon een beetje gek uit. Dan hebben we hier ook nog twee. Mijn vissenpaard, dat is eigenlijk een zebra. Dus daarom heb ik hem toen gekocht. En we hebben hier een soort hertenpaard. Ja, of een ram, een bok. Ja, hij heeft natuurlijk een gek gebij op zijn hoofd. Ziet er eigenlijk ook best wel raar uit. En ik heb hier nog een magisch paard. Oh, ik heb natuurlijk ook een eenhoorn. En ik heb nog een blauw magisch paard en een regenboogpaard. Maar dat zijn echt hele oude magische paarden. Dus die zijn niet echt heel leuk om te laten zien. Doe ik wel weer een andere keer. Want laten we nu even kijken hoe het met Crystal is. En waar Crystal eigenlijk is. Ja, hier is die. Woehoe. Oh, kijk. Betty, die heeft al zijn vriendje gevonden, hoor. Die staat gewoon letterlijk voor deze stal. Hallo. Oh, ja. Wat zie jij er leuk uit. Oh, hallo, ik zie je ineens van heel dichtbij. Oh, kijk, er zitten trouwens ook soort van diamantjes of dingetjes, frutseltjes in zijn manen. Dat had ik niet echt heel goed gezien net. Het zit ook in zijn staart en dan hebben we hier de diamanten. En ik ben heel benieuwd hoe die dus gaan verkleuren. Nou, ik hoop dat Crystal mijn Zoe-setje eigenlijk ook past. Want ik had het er dus net over dat die grijs eigenlijk een supergoeie combinatie was. Maar hopelijk staat dit ook nog mooi. Nou ja, op zich, dit blauw, dat past ook wel bij het grijs. Ja, ik denk dat de blauw beter was geweest. Maar ik vind dit paard denk ik qua uiterlijk gewoon mooier. Oh, ik vind hem wel tof. Ik vind hem wel heel sierlijk. Dit vind ik wel een van de betere magische paarden die Star Stable ooit heeft gemaakt. Oké, zullen we gaan switchen naar zijn normale vacht? Oké, gaan we doen. Hoe ziet hij eruit? En... Oh, ja. Dit vind ik mooi. Nee, ik heb geen spijt. Ik vind deze echt heel erg mooi. Wauw, deze kleur. Ja, ik ben wel blij. Ik vind het echt leuk. Wat ik vooral ook echt heel tof vind, is dat die manen gewoon echt hele mooie schaduw hebben. Kijk, van de bovenkant is het lijkt wel bijna gewoon uitgroeien. Maar hij heeft daar een beetje zwart en het gaat dan over in wit. En hier die witte vlekken. Dat vind ik, ja, wel leuk. Waarom kan Star Stable dit soort paarden eigenlijk niet gewoon normaal maken? Eigenlijk verstoppen ze altijd die mooie vachten die ze maken. Die verstoppen ze dan in die magische paarden. Maar oké, laten we eerst even de gangen van het paard testen. Alhoewel, ik denk niet dat het heel erg veel anders is dan de normale Pasofino's. Want zoals ik dus zei, is dit model dus de Pasofino. Volgens mij heeft dat meisje daar er ook eentje. En hey, die heeft ook het Zoe Winters een setje aan. Woehoe, applausje voor Isabelle. Oké, we hebben hier dan de stap. Nou, dat ziet er leuk uit. Ik vind dat het paard echt heel sierlijk loopt. Hebben we hier de draf. Dan hebben we de galop. Oké, prima. Oh, er komt nog iemand aan. Dan hebben we nog een galop. Oh, ja, kijk. Dat vind ik wel... Ja, oké, het gaat wel geleidelijk. Maar het verschil met die manen, van dat ze eerst heel rustig langs het hoofd hangen. Oké, het beweegt een beetje mee. En het paard gaat niet eens zo heel veel harder. En dan gaan gelijk al die spaghetti slierten zo... Wieuw, gaat gewoon alle kanten op. Oké, maar dan hebben we de snellere galop. Ja, dan snap ik wel dat ze mee gaan bewegen. Want dan ga je dus echt heel hard. En wauw, ik vind die bles wel mooi. Ik dacht dat hij een smalle bles had. Maar nu dat paard zo hard gaat, zie je eigenlijk dat hij wel een brede bles heeft. Maar die grote voorpluk zit ervoor. Dus leuk dat Star Stable daar zoveel werk in heb gestoken. Maar je ziet het gewoon eigenlijk helemaal niet als die stilstaat. Kijk maar, zijn manen zitten er gewoon voor. Ik wilde even uitvinden hoe ik die speciale pas kan doen. Want we hebben... Oh, je dit? Nou ja, dat ziet er echt heel raar uit. Oké. Nou ja, ziet er verder cool uit. Ja, prima. Het is gewoon een Pasofino. Hij heeft alles dezelfde trekjes en zo. En dan die gekke draf. Ja. Oh, dan gaan die manen ook zo raar. Dat vind ik dan jammer. Dat had van mij niet zo gehoeven. Het is eigenlijk voor het eerst dat het me zo opvalt. Maar die benen, het ziet er heel raar uit. Lijkt een beetje op een soort stokpaardje of een houten speelgoedpaard wat zo beweegt. Hij beweegt heel mechanisch. Nou, ik vind het verder prima hoor. En dan hebben we de steiger. Ja, dat is een mooie steiger. Daar hou ik van. Ja, gewoon een rustige steiger. Het is eigenlijk best wel een rustig paardje. Ja, gewoon heel neutraal. Ze hebben deze echt wel mooi gemaakt. Volgens mij is de Pasofino ook bijna al een jaar oud. Volgens mij een jaar geleden bracht Star Stable de Pasofino's uit. En oei, dat was toen echt nog de grootste blunder die Star Stable ooit heeft gemaakt. Daar heb ik ook nog een video van gemaakt. Toen had Star Stable de Pasofino's per ongeluk al in het spel gezet. En mensen konden dat paard dus al gewoon kopen. Dat was helemaal niet de bedoeling, want hij moest eigenlijk een week of twee weken later komen. Nou ja, dat is echt een van de grootste blunders die Star Stable ooit heeft gemaakt. Daar heb ik toen een video over gemaakt ook. Maar oké, we hebben nog één ding wat we moeten testen en dat is de sliding. En oké, ja, prima. Dus ik wil ook nog eventjes testen met de normale vacht. Even gauw een rondje hoe dat eruit ziet. We hebben de stap, de draf. Ja, ik vind deze kleur echt heel tof. Ik denk dat ik vaker met deze kleur ga rijden dan de magische kleur. Want ja, laat even weten in de reacties. Ben jij fan van de magische paarden op Star Stable of niet? Ik vind het leuk, maar ik hou meer van de realistische vachtkleuren. En het hoeft voor mij allemaal niet magisch en raar te zijn. Dan ga ik wel een ander paardenspel spelen met allemaal feeënpaarden en magische paarden. Oh, we hadden de sprong helemaal nog niet getest. Oh, ze springen lager. Of lijkt dat zo? Het lijkt een beetje alsof die Star Stable paarden wat lager springen. Oké, we hebben ook nog... Ik vind dat zo grappig. Het ziet er zo raar uit. Vooral als je poppetje ook gewoon op een paard blijft aaien. En we hebben nog de... Ja, dat snelle drafje of zo. Ja.
Nou, prima. Ik vind het helemaal tof. Er is nog iets wat ik moet testen. Wat moest ik ook alweer testen? Oh, jawel. Ik weet het weer. Ik weet het weer. Dat is eigenlijk misschien wat meest belangrijke van dit magische paard. En dat zijn zijn diamantjes. Die dus kunnen kleuren met het licht. Goed, dus dan gaan we even terug naar deze vachtkleur. Ik ben benieuwd. Wat gaat er veranderen aan dit paard als je dus de dag verandert? Oké, we gaan naar het donker. En ja. Oké. Ja. Nou, ja, kijk. Oh, wacht. Nu zie je het wel heel goed. Als je nu kijkt naar die roze kristalletjes, een beetje bij de voorkant, bij de voorbenen van het paard, die kleuren wel een beetje mee. Maar ja, en de achterste ook. Je ziet wel een beetje verschil, maar ja, ik had het iets heftiger verwacht of zo. Ja, hoe zou het effect dan zijn als je 's avonds speelt? Is het dan ook... Oh, jawel. Ja, kijk, wacht. Jawel. Aha. Oh, kijk, al die mensen op een rijtje. Oh, wat lief. Nu beweegt het mooi. Zien jullie dat? Kijk. Oh, ja, kijk, nu... Oké, dus het ligt er dus een beetje aan hoe je de camera van je ding draait. Dat bedoel ik. Dan zie je eigenlijk het beste effect. Dus als je loopt, zie je het dan ook? Ja, kijk, ja, het draait... Oké. Ja, op zich, het is beter dan ik had gedacht. Het beweegt dus wel mee. Ik dacht niet dat het mee zou bewegen. Ik dacht dat het zo statisch zou blijven. Maar ja, het, kijk, ja, het beweegt echt mee met het paard. Oh, dus dat vind ik wel een heel leuk voordeel als je dan 's avonds speelt. Dat vind ik wat unieke aan deze magische vacht. Ja, ik ben wel blij met het magisch paard. Want ik koop niet altijd die magische paarden. Want ik vind ze gewoon heel vaak echt niet mooi. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. Dus ik ben blij dat Star Stable weer een keertje een wat normaler magisch paard heeft gemaakt. En laat natuurlijk zeker in de reacties weten wat jij van deze magische paarden vindt. En of je er eentje zou kopen. En abonneer natuurlijk op mijn YouTube kanaal voor veel meer video's over paardenspellen en paardenvlogs en slijg. En doe natuurlijk een super groot duimpje omhoog als je deze video heel erg leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!